Boothouders die de routes van en naar Kommerwijnen onderhouden, mogen nu een tarief van 8 SRD hanteren als tussentijdse oplossing. Deze boothouders roepen al maanden voor het betalen van achterstallige gelden en het verhogen van hun tarieven. De voorzitter van de vereniging Boothouders, district Kommerwijnen, Annie Sadi, zei vandaag dat er eindelijk een resultaat is gekomen uit de gesprekken met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Ten aanzien van de boothouders kan ik dit meegeven. Gisteren was een deel van het bestuur onder leiding van de secretaris van de vereniging een gesprek met de minister van TCT of met het team van TCT. En daaruit is uit de bus gekomen dat ze dan voorlopig voor 8 SRD kunnen varen in afwachting dat de prijscalculatie helemaal op zijn poot staat. Dus er is gisteren medegedeeld aan de boothouders. U begrijpt, ik zit hier in Diana met de begrotingsbehandeling. Ik ben in conclaaf met de secretaris. Ik heb ze dus de boodschap gegeven. Lansen nu varen op basis van die 8 SRD. Maar wij zullen nog met de regering aan tafel zitten of het ministerie. Want aan de hand van die prijscalculatie moet het dan een besluit genomen wat het officiële tarief. Want u begrijpt, deze 8 SRD was al maanden van tevoren gecalculeerd, ongeveer op dat bedrag. Sadi zegt te vrezen dat met de vele verhogingen mensen niet in staat zullen zijn om de marktconforme tarieven te betalen wanneer deze definitief worden vastgesteld. En wat misschien nog ook opkomst is, begrijpt u dat dan achterhaalt. Ook de zaken die nog uitbetaald moeten worden, dat moet ook nog besproken worden. Maar u begrijpt, ik heb altijd aangegeven, ik zit ook in een dilemma. De boothouders verdienen handje contantje. Als ze maar één dag staken, hebben ze geen inkomen. Aan de andere kant, het belang van de burgers in Kommerwijnen, hoe gaan die het moeten betalen? Wanneer de regering een beleid uitstippelt om naar IMF, die natuurlijk voorkoudt wat er moet gebeuren hier in het land. Een van de voorbeelden is het afschaffen van alle subsidie. Ja, dat is het beleid waarvoor ze hebben gekozen. Sadi stelt dat zaken nu bij de begrotingsbehandeling rechtgetrokken moeten worden. Collega-parlementariërs zouden ook hebben aangegeven dat de kwestie rond de nieuwe tarieven voor boothouders in de realiteit anders werken dan beleidmakers denken. En dat er veel meer speelt op het veld.